super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Zoals jullie zien sta ik vandaag niet in mijn kamer of ergens anders. Maar ik sta vandaag in Rotterdam Zoo in Blijdorp. En ik ga er vandaag iets heel erg leuks doen. Zoals de meeste video al hebben gezien, ben ik de nieuwe junior social reporter van Eneco Groep. En hier ga ik vandaag ook verslag van doen. Want vandaag is een hele leuke duurzame dag waarbij je alles leert over duurzame energie. Op de achtergrond zie je al heel veel kinderen die er heel veel zin in hebben. Ik heb er ook heel veel zin in. Heb jij er ook veel zin in? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. En vergeet hieronder niet te abonneren. Doei! Nou, ik sta nu naast Dolores en waar kunnen we je eigenlijk voor kennen? Ik denk van het klokhuis. Ja, dat was ook mijn eerste ingreep toen ik je zag. Toen dacht ik van het klokhuis, ik weet het zeker. En ik heb nog een paar vragen voor jou. Wat is hetgene waar jij eigenlijk het meeste energie van krijgt? Ik krijg energie van leuke dingen doen. Ik krijg energie van kinderen. Ik krijg energie van muziek. Ik krijg energie van mijn zoon. Het is niet altijd... heel positief, maar vaak wel. Ik sta weer bij de uitgang van de dierentuin en ik heb heel erg genoten van vandaag. Ik vond het heel erg leuk om de megales van Eneco Groep over duurzame energie te mogen volgen. En ook vond ik het super leuk om heel erg veel fans te ontmoeten. Ik wil Eneco Groep zeker weten bedanken. Ik vond het een hele geslaagde dag. Vond jij het nou een geslaagde video? Doe zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren en tot de volgende keer. Doei doei!